Het is een Winton maal Ferro maal de Niro, een aangewezen hengst. En het is een paard met een heel goed moederlijntje. En een paard wat zeer veelbelovend is voor de toekomst. Vandaar dat we die gedachten hadden vandaag mee te nemen. Rabotalent Dinja van Liere geeft op de KWPN Paardendagen in Ermelo een clinic met haar 3-jarige paard Felini KS. 3-jarig paard, ik rijd nog niet zo heel lang. En hij is natuurlijk ook nog niet zo gek lang zadelmak. En ik denk, ja, leuk om dat mee te nemen. Toen kwam ik hier en toen dacht ik toch van, ja, het is wel echt een spannende baan en jong paard. En ja, ik was bang dat het misschien toch wel erg eng voor hem was. Maar ja, super hoe hij er doorheen liep. Echt zo braaf, ontspannen, relaxed en ja, echt super lief. Dinja traint thuis 6 jonge paarden. Het zijn vooral hengsten. En ja, die geven toch altijd net wat meer. Die zijn net een beetje ja, spectaculairder, soms ook een beetje stouter. Maar ja, ik vind dat juist wel leuk. Dat geeft me wel echt een kick. En ja, het gaat er niet om of je netjes je rondje doet of netjes een voltertje doet of wat dan ook. Maar ook wel echt een stukje show en hoe stoer die er overheen draaft of galoppeert. En ja, je bent alleen maar bezig met de gangen en je bent alleen maar bezig met ruimer maken. Ook wel balans natuurlijk, houding. En ik vind dat wel leuk om daarop te fixeren, zeg maar. Ook het Rabotalentenplan ondersteunt Dinja's passie voor het trainen van jonge paarden. Ja, zeker. Ik mag nu gaan lessen bij Edward Gal en daar kan ik paarden meenemen wat ik wil. En daar zal ik zeker ook jonge paarden mee naartoe nemen. Hij kan je daar natuurlijk ook super goed mee begeleiden. Ook met Hexagons Rwanda, waar ik onder de 25 mee rijd, zal hij me zeker heel goed kunnen begeleiden. Maar ook die jonge paarden is hij zeker heel goed in.